talk about how to handle yourself. Yeah, and I don't heard your prayers are memorized. You just got to handle this well. And save your sins, you don't need to spin them around. I know you can do good. I know how it's been. There's a lot you can worry about. Sometimes you got to knock on wood. You got to knock on wood. You just let me go. Profession you master well. Complaining is your middle name. But I'll take it all, even more if it's possible. I like you staying the same. And time goes fast and reveals all our secrets. Please use it now and then. It's okay to wait, it's okay to put things aside. Don't worry, you will meet again. Yeah, we will meet again. You must let me go, go and have a good time. Don't come back now, girl, nah. You must let me go. Wij kennen elkaar van 2018, januari, Eurosonic. Toen deden we 2 meter op een boot. Wat kun je daar nog van herinneren? Het was echt bijzonder koud. Ik heb toen 3 dagen mijn tenen niet gevoeld. Maar het was wel heel mooi om mee te maken. Dames en heren, 2 meter met Portland. And the judge has spoken, sealed my fate. The only facts I can relate. I wasted all my time. Wat kun jij nog herinneren van Eurosonic 2018? Ja, heel veel eigenlijk.
Ik heb daar geleerd dat de 2-meter-sessie komt door jouw lengte. En dat we op een boot speelden was heel uniek en heel tof voor heel toffe mensen. Dat heb ik herinnerd. We zijn nu 2 edities van Eurosonic verder. Als je Portland anno 2020 vergelijkt met Portland 2018, wat was het toen en wat is het nu? Toen was het een bende jongelingen die heel veel creativiteit hadden en niets van ervaring. Van ervaring wel, maar we wisten totaal niet wat ons te wachten stond. 2 jaar later hebben wij festivals gespeeld, zijn wij op in-ears gaan spelen. En alles is professioneler geworden gewoon. Ja. Ja. Is het professioneler? Is het je werk geworden? Het was toen je hobby, nu is het je werk. Ja, maar nog steeds onze droom. Okay. Job. Wat droom je zoal? Oh, we dromen zoveel, man. We dromen zoveel dat het misschien zelfs voor onze entourage bijzonder moeilijk wordt om ons bij te houden. Omdat we constant ambities en deadlines en... onze grootste droom was bijvoorbeeld al het opnemen en het uitbrengen van onze eerste plaats. Dat is al eigenlijk gerealiseerd geweest. We hebben gespeeld op Rock Werchter en Pukkelpop. Dat zijn de grootste festivals in België. Ja, nu hebben wij de ambitie om een beetje buiten de landsgrenzen van België te gaan. Dus we zijn nu al hier in Hilversum. Dat is al heel goed. Heel ver. Ja, absoluut. We dromen er gewoon van om ten eerste fulltime met muziek te kunnen bezig zijn. Voorlopig is dat ook effectief aan de orde. Dus dat is ook al echt fantastisch. En we willen gewoon zoveel mogelijk en zo ver mogelijk blijven spelen. Onze muziek aan zoveel mogelijk mensen kunnen voorstellen. Dat soort toestanden. We zijn echt elke dag constant bezig. Schrijven, spelen. En nadenken over wat we kunnen doen om de band te laten groeien. En soms wordt het een beetje maniakaal. Maar we proberen wel rustig door te doen. Impulse attractions to save time. Your guys ain't fitting in my plans anymore. I think my territory and the lock that forbidden. And for now, life kind of suits me well. And there's this fragrance of victory I still smell. And the most beautiful night was when your so-called fame said goodbye. And the best thing of this is that I can't see you and too tall for you, and you are no one, no one, just a wilted flower in the wind.
Oké. Okay. Ja. Don't pack your bags before you go. Let's spend some time on our own. See the glass falling, I'm just fine. See the pearl shining, I'm alright. Don't pack your bags before you go. Let's spend some time. Ik kreeg een briefje van jullie toegestuurd en er stond wat jullie graag vanavond wilden oppakken uit het 2 meter archief. Morfine, waarom morfine? Waarom niet morfine? Morfine is gewoon een zeer unieke band. Ik ben altijd zo wat in de trance geweest van het verhaal van Mark Sedman, die frontman. Ik heb er ooit heel veel reportages over gezien, over hun leven en over hun visie en mindset. En de band had zo'n uniek geluid. Dat eigenlijk door geen enkele band te kopiëren viel, omdat Mark Sedman zo heel speciaal de bas speelt. Twee snaren met een slide, speciaal gestemd ook. De saxofonist heeft speciaal voor hem een soort mondstuk ontworpen, waardoor hij met twee saxofonen tegelijkertijd kon spelen. Dus al die verhalen bij elkaar ook zo. Ja, het is natuurlijk niet echt een mooi verhaal, maar het levenseinde van Mark Sedman is ook zo mythisch. Hij is overleden op het podium, niet door een overdosis drugs, maar door gewoon hartfalen weliswaar. Maar
Allee, ik bedoel, het hele verhaal was al heel legendarisch. En dan het einde... Allee, jammer genoeg is het een einde, maar ook dat was dan nog eens een keer zo legendarisch. Dus alles aan die band is gewoon heel speciaal. En het is ook een heel charismatische band met heel veel... Ja, het is gewoon een band waar ik heel veel naar luister, alleszins. Kijk naar die blikken zo. Say two. Ja. Mark Sandman, zanger van dit nummer Buena en Morphine. Andere vraag, waar ging de eerste ruzie over tussen jullie twee? Goh, ik herinner me gewoon één moment dat ik Jente echt leerde kennen, zoals zij nog altijd is. We waren op café, we studeerden samen in Hasselt. En Jente zei, ja, ik weet niet meer waar ik woon, waar mijn kot is. En ik zat op hetzelfde kot, dus ik zei, kom, ik pak u mee. Dus zo heb ik hem eigenlijk zat ontmoet. Okay, ja. Goed. En hoe is jouw versie van dat verhaal? Volgens mij was dat een heel normale avond en ik ben dan gewoon in mijn bed beland en ik werd 's morgens wakker en alles was stop. ja, dat, die uitleg had ik al verwacht. So when you find your lucky clover,
the moon is taking over. And I hope I miss the breaking news. I'll be in need of endless rest. I'm tired of aching for you and of the tightness in my chest. And the giant just spoke and sealed my fate. There are only facts that don't. I'm gonna keep the heart. Gonna set my Lord. 'Cause there is. Lucky. Cool.